koffie vind jij nog lekkerder, hè? Nee? Hier, dan deze maar. Nou, je zal wel denken, zit ze daar tussen de koeien met haar koffie? En wat heeft koffie nou met koeien te maken? Nou, het is een beetje boer zoekt vrouw en cappuccino zoekt goede melk. Goede biologische melk wel te verstaan. En Marieke, kom erbij. Jij bent de kijker van de week. Je had er een vraag over, toch? Ja, mijn moeder drinkt best wel vaak cappuccino. Dus ik zou graag willen weten hoe je lekkere, stevige cappuccino melk zou kunnen maken. Ik kan je daar niet bij helpen. Ook al drink ik ook heel graag cappuccino. Maar Marco Smit, echt een waanzinnig goede barista, die heeft een zaak in Bussum. En hij heeft zo'n karretje en hij staat daar. Kom, ik kan je anders vertellen. Kijk, dit is Marco. Hey, Marco. Dit is Marieke. En Marieke, hey, Marieke. Heeft een vraag. Hoe maak je lekkere, stevige cappuccino schuim? Nou, als eerste hebben we melk nodig. Nou, melk zit er eiwit in, zit er vet in, zit er vitamines in. Nou, die vetten die hebben we nodig om de zuurstofbelletjes in te kapselen. En daar krijg je lekkere, lobbige melkschuim van. Nou, dan heb je gepasteuriseerde melk en gesteriliseerde melk. Gepasteuriseerde melk is 60 graden verwarmd. Dat haalt de bacteriën eruit. En dan gesteriliseerde melk die is 100 graden. En dan halen ze alle bacteriën eruit en daardoor is dat houdbaar. En daar kun je het langer gebruiken. Wij gebruiken gesteriliseerde melk omdat die heel heet is geworden. En daardoor wordt het makkelijker om in te kapselen. En hoe heet moet die melk dan zijn? Als we cappuccino's maken, maken we om 70 graden. En je gebruikt volle melk, zag ik? We gebruiken houdbare BioPlus volle melk. En waarom die? Ja, omdat die beesten natuurlijk ook een goed leven willen hebben. En dat natuurlijk in de mens is het ook goed dat je geen andere spullen binnenkrijgt dan alleen wat de natuur je biedt. Ik heb je niet zomaar meegenomen naar barista, want dit is een award-winning barista. Welke prijs heb je gewonnen? 18e van na de koffietest. En daar zijn we erg trots op. En we hebben ook een melk gebruikt, dus die echt ook hoog scoort in diverse testen. En lekkere koffie. En daardoor lekkere koffie. Ik zeg, ga maar maken. Is goed. Ik wil het wel zien. Verschil tussen cappuccino en latte macchiato. Het verschil tussen cappuccino en latte macchiato is dat de cappuccino 1,5 centimeter schuim heeft. En latte macchiato is vooral een heel groot glas, ongeveer 300 milliliter. En dan een 3 centimeter schuim. Alsjeblieft, 1 latte macchiato. Dankjewel. En 1 cappuccino. Lekker zeg. Nou ja, dat denk ik dan. Jij proeven? Ja. Lekker. Mm. En lekker schuim. Heel lekker. Mm. Hoe kan nou dat soms de schuim inzakt? Ja, bij volle melk dan hou je een mooie compacte schuim. Maar met halfvolle melk, magere melk, daar zit het weinig vet in. En daardoor zakt het snel in. Ah, dus dan schuimt hij in het begin goed, maar krijg dan heb je veel volume dan... Ja. En daarna zakt hij helemaal weg. Dus Marieke, je gaat voor je moeder volle, houdbare, biologische melk gebruiken voor het schuimen op de cappuccino. Ja. Dan denk dat je een hele gelukkige moeder hebt. Ja, denk ik ook. En opschuimen met 70 graden. Ja. En nu lekker drinken.